Maar Dijkstra, je komt net uit de kleedkamer. Is de teleurstelling groot dat jullie toch nog geen kampioen zijn? Nee, van teleurstelling is geen sprake. Ik bedoel, natuurlijk hadden we liever gewonnen, dat is duidelijk. Maar ja, we hebben een punt gehaald. En ja, ik denk dat het veldspel redelijk gedegen was af en toe. Dus nee, absoluut niet. We zijn absoluut niet down of zo. Waren jullie op de hoogte wat er in Maastricht gebeurde? Want achteraf gezien hadden jullie nog geen kampioen geworden, omdat VVV daar wist te winnen. Maar waren jullie op de hoogte dat jullie in de slotfase toch nog wat probeerden? Nee, eerlijk gezegd niet. Nee, het is gewoon, ja, we probeerden gewoon nog voor die goal te spelen en voor die overwinning te gaan. En ik moet zeggen, wat er op de andere velden gebeurt, daar ben ik me in ieder geval niet bewust van. Ik weet niet wat er rondom allemaal gebeurt. Die zullen allemaal wel op de hoogte zijn. Maar op het veld merkte ik daar niks van, eerlijk gezegd. Jullie begonnen redelijk goed aan het duel. Maar goed, binnen 4 minuten, 1 bal achter de verdediging en het was bingo. Jullie stonden 1-0 achter. Ja, dat was even een miscommunicatie, denk ik, tussen Denzel en Kenny. En wat u zegt, ik denk dat wij goed begonnen. En ik denk dat we daarna ook wel de draad gewoon op hebben gepakt en door zijn blijven gaan. En ik denk dat dat wel prima is. We zijn, vind ik, niet in paniek geraakt. Ik denk dat je dat ook wel terugzag. Hebben jullie wat pech? Bal onderkant lat. Jullie maken uiteindelijk 1-1. Dan verwacht je, nou, dat doelpunt gaat wel vallen. Maar goed, in de tweede helft herkende ik jullie niet altijd even. Bijvoorbeeld ook gelijk naar rust. Een hele grote kans voor de Reuver. En daarna toch ook wel wat kansen. Penalty die uiteindelijk nog overgaat. Met een beetje pech hadden jullie zelfs hier verloren. Ja, nee, daar kom je goed weg. Ik denk nog een bal van die rechtsbuiten die vlak voorlangs gaat. En, ja, dat zijn wel dingetjes. We hadden wel moeite met die lange bal en vooral die tweede bal die erachter viel. Daar stonden we af en toe niet goed, dus ik denk dat we daar wel even naar moeten kijken. Dus ja, ik kan me wel voorstellen in wat u zegt, of ik kan me daar wel in vinden. Aan de andere kant denk ik ook dat wij ook wel kans hebben gehad de tweede helft. En dan hadden wij er ook meer moeten maken. Ja, jullie sprokkelen een beetje de puntjes de laatste weken. De laatste 3 wedstrijden 1-1, daarvoor verloren met 1-0 bij Almere City. Lopen jullie een beetje op tandvlees? Nee, dat gevoel heb ik niet. Ik vond wel, zoals de wedstrijd tegen Emmen, speelden we een stuk minder. En toen zag je wel van, dat zag je wel terug. En ik vond dat eigenlijk de laatste weken is dat wel weer terug. Dus dan is er in mijn ogen geen reden tot paniek. Dus nee, we willen gewoon goed gedegen spel spelen en van daaruit de punten gaan pakken. Omdat dat de basis moet zijn voor overwinningen. Dus daar gaan we voor. Ook geen kampioenstress vandaag. 1400 man mee. Veel beleving heel de week. Veel media-aandacht. Proef je daar misschien toch iets in de groep? Nee, dat gaf juist iedereen juist ontzettend veel energie, merkte ik. En ook op de trainingen vlogen de vonken ervan af. Nee, ik moet eerlijk zeggen, tenminste als ik iedereen zo meemaakte, dan had iedereen daar juist extra energie door. Tot slot, had je wat afspraken staan vanavond die je nu kan afzeggen? Nee, dat kunnen we eerst beter zorgen dat we kampioen worden en daarna pas de afspraken nakomen.